Goedemorgen, ik ben Maurits Pietersson, tijdelijk keurmeester van de grasvelden van FC Kidlington Jeugd hier in Kidlington. Mij is gevraagd om even naar het gras te kijken en of het speelbaar is. Nou, ik laat even zien. Even kijken. Misschien hoort u het ook. Zowel de Big Pitch, waar ik nu op loop, als de Small Pitch staat gemiddeld 2-3 centimeter water op. Voorlopig regent het nog, ziet het niet naar uit dat het water snel zal wegtrekken. Stevig windje, maar die komt schuin het veld op, dus voor beide partijen is dit even nadelig als wel voordelig. Nu heb ik het gras nader bekeken en tot mijn schrik kwam ik tot de ontdekking dat, ik zal het even eentje erbij pakken, huppakee, u ziet hier een stukje gras, ik leg even de camera neer om dit even vast te leggen, kijk het gras hier, het is echt verschrikkelijk, het is gewoon namelijk scheurgras. Nou ja, we weten allemaal, scheurgras, dan kan je maar één ding doen. Dus het hele veld ontruimen, al het gras eruit en een nieuwe grasmat neerleggen. Het is echt jammer dat ik deze conclusie moet doen voor de Kidlington jeugd. Het brengt natuurlijk heel veel kosten met zich mee. Ik kan er gewoon echt niks aan doen. Maar één voordeel, scheurgras. Het gras is ten dode opgeschreven. Dus ik zeg, let's play some voetbal! Het grasmat moet er toch uit, dus even lekker ballen. Ploeg het hele zootje hierom. En komt helemaal goed. Dus bij deze is die goed gekeurd. Hey, bedankt hè. Nog een shotje, wat mooi water overal. Ja. Jongens. Vergeet je laarsje niet.